Maar ik ga deze Snorlax ook wel vernoemen naar iemand uit King & Dirt's huishouden. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon X Avatar Log met Sander van Gaming SB. Ja hoor, en ja, dit hoor. Keer zonder dat ik het doe. Het is voor het eerst, woep woep! Nee, Ja, als je zo gaat doen, nee, dan laat me zitten. Ik ben Paul in dit huis. Oh wacht, hier is een trap naar beneden. Misschien ben ik minder verdwaald. Misschien ben je minder verdwaald, goed zo. Ik ben er trots op je. Nee. Ik ben niet minder verdwaald. Oké. Hoe werkt deze game? Je moet gewoon op de onderste verdieping, ergens in het midden, ja. En moet je eruit lopen. Oh, hier is een Milotic. Oh, dit ziet eruit als de ingang. Ja, dat is het ook. Nice. Oep, oep. Oh ja, even nog een tip, hè, voordat je straks weer boos op me wordt. Ga via de, als je zeg maar onderaan heb je 4 routes. En volgens mij moet je de 2e pakken, want dan ga je niet in al dat gras, zeg maar. Want er staan ook trainers en dan ga je weer dood en dan word je weer boos op mij. Ja, daarom was ik de vorige keer ook zo salty, joh. Yep. Ja, ik weet het. Ja, maar er was ook een dubbel battle, toch? Waardoor ik een Pikachu ja. Ik vind het ook gewoon niet eerlijk. Mag ik hem reviven? Nou, nee. Mag ik hem opnieuw vangen dan? Ook niet. Ha, weet je welke Pokémon je in de volgende route kan vangen? Pikachu. Nee, Swirlix. Pikachu. Oh, ja. Die had je toch nodig? Okay. Ja, nee, nu niet meer. Oh. Oh, ik heb mijn dex compleet van de Galar dex. Ik ben trots op je. Nu Crown Tundra en Isle of Armor. Wat? Nee, daar ga ik me niet aan wagen, denk ik. Ik heb Isle of Armor wel gecomplete, Crown Tundra niet. Maar Crown Tundra, dat zijn toch ook al die legends? Ja, ook. Van de ja. Dynamax Adventures, dus dat is... Klopt. En die wil ik... ook niet shiny? Nope. Als je die eenmaal kiest dan. Klopt. Je kunt ze wel allemaal gezien hebben, dat wel. Oké, ik ben nu bij die man en die Snorlax. En die Snorlax mag ik vangen, toch? Is een normal Pokémon, dus dat mag. Oh, dan weet ik al welke naam ik hem geef. Oh, precies de Pokémon die ik zocht. Nice. Ik was even blij. Ik dacht van, je kan hier zoveel Pokémon vangen. Dan zal ik hem zeker, zal het fucking lang duren voordat ik hem vind. Maar ik heb hem meteen gevonden. Dat is altijd fijn. Ik ben een blije jongen. Ja, ik met Drampa ook. Laatst. Die is echt? In Sword and Shield. Die is 2%. En ik had hem in... 5 encounters gewoon. What the fuck. Ik dacht echt, wat is dit voor? Daar heb je echt veel geluk, want ik weet nog dat ik super lang over Drampa heb gedaan. Nou. Hoe ga ik hem niet killen? Moves. Nou ja, Snorlax is best wel bulky. Ja, een arm trustje, dat moet wel niet killen. Oh, je gaat wel een fight aanvallen. Ja, nee, okay. King Alert is toch niet zo goed. Dat is een zin die heel veel mensen uitspreken. Dat klopt. Ik raakte bijna mijn Ralts kwijt. Dat... Maar ik ga deze Snorlax ook wel vernoemen naar iemand uit King & Dirt's huishouden. Fish? Nee. Wendy? We hebben toch een hond, Bardo. Is dat zo? En Bardo. Ja, omdat Bardo Allens. En het is een Snorlax, ik snap hem. Ja, precies. Het is geen disrespect. Nou ja, is het wel. Alleen, zo is het niet bedoeld. Het is gewoon... Volgens mij had hij zelf ook Snorlax als grapje dat hij dat was, toch? Zo mag het. Als jij het zegt. Ik vind dat het mag. Okay. Nee, Bardo is topgozer. Ik heb hem ooit een keer ontmoet op de YouTube gathering. Toen was hij echt chill. Nice. Mm. Ontmoet klinkt alsof ik zijn hele levensverhaal ken, maar dat valt nou ook wel in mee. Maar... Nou, stiekem. Ik stond wel met hem op de foto. Godzeflot. En, ook, nou met, en ook met Rick van Serpent Gameplay, toch? Ja, zeker. Ja. En als het goed is, maar die foto is echt heel slecht, als het goed is met Joffrey van Tube Total. Die ken ik niet. Ah, jammer. Hey Snorlax, ga eens in die bal. Op 3. Zo loop ik achter, zo ga ik de versus nooit winnen. Sander, het is geen versus. Nee.
Het is helemaal geen verse. Ik dacht al, waar heb jij het nou weer over? Ik denk steeds dat het Critical Catcher is, omdat er zo'n... Ja, ik dacht het net ook toen ik deze Douglas ging vangen. Maar zo werkt dat in deze game niet, schijnbaar. Nope. Heb je in deze game al Critical Catchers? Ja, zeker. Alleen, ja, nu... Oh, ik denk dat is... Dat is misschien pas sinds Sun and Moon. Nee. Jij denkt echt dat alles vanaf Sun and Moon is... Ik weet het toch niet. Nee, dat blijkt. Is dit Critical Catcher zit nog niet in Gen 5, of wel? Dat denk ik niet. Ik denk pas sinds deze game. Dan hebben ze wel veel veranderd in deze game. Ja, dat klopt. Daarom denk ik steeds dat het niet in deze game is. Want ik denk, hier hebben ze al zoveel veranderd. Maar vonden ze leuk, schijnbaar. Ja, oh, komt die Shauna weer. Niks tegen Shauna, jongen. Jawel. Wat een haat naar Shauna. Beter dan zoveel haat naar Jemper, was het? Nee, Jemper is echt die jij zo erg haatte. Ja, dan was het die wel. Ja, maar Jemper is ook gewoon een kutto. Oh jee, een double battle. Oh, ik kan hem ook Tierno kunnen noemen, want Tierno is ook fucking dik. Wat een haat allemaal. Ik vind het leuk om deze rifles die nul toevoeging hebben, om die gewoon compleet te roosten. Dus ja. Zelfs Hop was nog bij. Wacht, was het Hop of was dat Hou? Hou is van Sun and Moon. Nee, Hop is van. Ja, Hop is van de nieuwste game. Dus dan bedoel ik. Hou. Hou, ja. Hou is ook echt poep. Ja, maar deze. Nou, ik vind het wel meevallen, deze. Oh! Oké, ik ga verliezen. Ik kom in double battle namelijk. Oh, met twee Smurgles zeker. Artiesten, jongen. Hé, dat is dezelfde double battles die ik doe. Hoe kan ik nu al zo... Die is vuurzeppelin. Oh, die heb ik nog wel. Ik dacht dat die al lang dood was, joh. Waarschijnlijk was hij dat ook, maar je hebt hem per ongeluk gebruikt. Oh, echt? Nee. Ik maak maar een grapje. Ik weet het niet. Ik weet niet uit mijn hoofd welke Pokémon's dood zijn van jou. Ik ook niet. Ik vind die Smurgles wel eng. Die kunnen toch elke move doen met Sketch? Nou, alleen de moves die jij doet, zeg maar. Die kunnen ze sketchen. Snap je? Dus als jij, zeg maar, Judgment doet. Dat is een hele goede aanval. Ik weet niet of je die kent. Dat is van Arceus, toch? Ja, dat klopt. Als hij dan Scratch doet, dan heeft hij voor altijd Judgment. Wow. Yup. Ja, ik weet altijd vroeger op Bulbapedia, als ik dan keek en dan keek ik bij Moves, dan stond er altijd een Smurgle. Want een Smurgle kon praktisch elke move. Ja, daar kan hij ook. Sketch dus. Ja. Ja. Oké, ik ga nu mijn Pentium healen. En anders gaat hij dood en dat wil ik niet. Schijnt hoor. Schijnt dat je dat niet wil. Ja, ik vind het ook raar. Op vuurzappel in level 20. Woep. Hoe is het met jouw Froakie? Die leeft nog wel, toch? Ja, gelukkig wel. Ja. Froakie? Ja, Froakie. Ik heb alleen een Squirtle en een Fennekin. Ja, dat is zo lastig, hè? Ja. Ik moest echt lachen toen ik die staatlevering terugkeek. Zo vermoeiend. Nee, het was echt mooi. En jij maar haat. Nee. Hield toen nog wel mee. Hoeveel deaths heb je nou? Haat die disrespect hoor. Nee, dat is gewoon een oprechte vraag. Ja, nee, ik weet het niet. Ik denk Pikachu. En ik had er volgens mij nog één. Maar twee deaths pas? Oh, dat is wel te weinig. Nee, welke Pokémon is er nou al dood in de... Oh, wacht. Ik heb alleen aflevering 1 is natuurlijk pas online nu. Maar ik heb er wel laatst eentje geëdit waar er al eentje dood was. Oké. Ik weet was het even niet. Was dat zo'n Pidgin? Pidgin? Pidgey, ja. Pidgey, dat zou goed kunnen, ja. Huh? Is dat die ene gekke gast? Die oranje? Die ginger? Ja.
Wat doet hij nou weer hier? Chillen. Oh, oké. Okay. Hij praat over gymleaders. Ja, nou geef me er dan een. Oh, ik god. Ik moet vechten tegen onze rivalen. Ik denk tegen Serena, of niet? Nee, sorry. Oh, de rest komt nu ook. Okay. Serena vecht met ons. Oh, misschien dat ik eventjes moet healen. Ah, misschien. Zie je welke Pokémon zij hebben? Ja, is er alweer iemand dood? Nee, hij heeft een Pikachu. Oh ja, ja, die grap probeerde ik ook te maken, ja. Ja, daar reageerde ik ook op. Oké. Jongen, ben jij ook... Oh. Ja, omdat het allemaal zo lang duurt voordat jij reageert, Sander. Ja, je zult, als je dit video terugkijkt, wel zien dat ik zit te balen. En zit te huilen. Oh, een jankbal. En niet alleen van binnen. Niet alleen van binnen. Maar wel grotendeels van binnen. Mijn webcam staat wel een beetje... Ja, sorry, dit is beter. Ping alert is paralyzed. Waarom doe je dat nou? Dat vind ik helemaal niet nodig. Ik zet mijn Fennekin wel weer... Oh, wacht, er staat ook een Corviche in bit. Ik ben echt niet goed wijs soms. Niet alleen soms. Dit is respect. Je kent me nou toch wel, Sander. Molkonijn, is die alleen nog... Of Bunnelby, sorry. Is die alleen nog normal? Ja, oké, okay, dan zet ik die wel in. Nee, niet restoren. Nee. Waarom kan ik niet met deze game... Ik drukte net ook al op I terwijl ik op een move stond... om te kijken hoeveel damage die deed. Werkt ook al niet. Very sad. Ik vind het wel vet in deze game dat Pikachu... Waarom is mijn zo... Dat die ook echt een Pikachu, zoals in de anime heeft. Hoe bedoel je? De stem. Oh, ja, 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 klopt. Ja. Dus ja, dat vind ik wel vet. Vind ik wel zo'n epic, epic poggers. Gaan we weer. Zo'n poggers kampioen. Dat is jouw gepinde tweet toch ook? Wacht, wat? Jouw gepinde tweet is toch ook... is dit een nieuwe Pogchamp? En dan zie je zo'n foto van jou. Oh, die is wel goed. Die, ja, nee. Dat klopt, dat is mijn beste foto ooit. Dat klopt. Die staat ook op LinkedIn. Dat hoop ik niet voor je. Nee. Oké, okay, hier is de connected cave. Dan ga ik wel eventjes healen van ten voor. Ben je daar al? Daar al? Ik ben net klaar met die battle met Serena. En dan ben je meteen bij die cave. Bro, ik moet nog die Corviche verslaan. Ja, ja, gewoon even een aanvalletje klaar. Ik doe wel takedown. Doe anders een elektrische aanval. soms is het jammer dat ik jouw gezicht niet kan zien. You said, bruh. Nee, oké. Okay. De negeren weer, hè. Altijd maar negeren. Connecting cave. Oeh, je mag in de cave zo meteen een Pokémon vangen. Een beste... Is het een electric type? Nee, hè? Nee. Nee, maar... Dus, hoor dan lekker op. Nee. Nou, Sander. Hoe durf je? Het is wel een goede Pokémon. Hij is beter dan Pikachu. Dat betwijfel ik. Nee, ik niet. Pikachu evolueert in Raichu. En Raichu is best wel goed, hoor. Ja, maar die Pokémon... En nu ook nog mij disrespect. Die Pokémon die je kan vangen is beter, Sander. Welke is het dan? Het is een Axew. Je weet dat ik niet zo fan ben van Axew eigenlijk, hè. What the fuck? Jij spoort echt niet, hoor. Ik... Dat komt waarschijnlijk ook omdat ik het... Link met Iris van de anime en die zegt... die mag echt dood. Nou, Sander. Ja. Hoe durf je?
Ja, nee, ik ga gewoon weer in mijn kutmodus, want jij doet ook kut. Nee, ik wil helemaal niet kut. Jongen, je mag je een beetje inpruimen met dat ik op Pikachu ben verloren die ik net verloren ben ook echt, hè. Net? Dat is een paar weken geleden. Dat is 1 upload geleden. Dat klopt. Denk daar maar eens over na. Ik denk daar niet over na. Nee, dat merken we. Dat komt omdat je pussy bent. Sander Salt in de chat. Maar trouwens, ik vind Axew trouwens niet heel kut hoor. Oké. Okay. Ik vind Axew echt een vette Pokémon. Ik vind hoe heet het? Die laatste? Die vind ik ook wel vet. Die laatste? Ja. Oh ja, ja. Van Axew. Die laatste van Axew. Ja, die is ook vet. Die is ook vet. Dus alleen die middelste, ja, ik weet niet. Ik vind Fracture ook best vet, hoor. Nee? Ja? Ja. Ik vind Axew dan wel leuker. Ik vind ze alle drie vetter dan bijvoorbeeld de Dratini-lijn. Ja, de Dratini-lijn is wel redelijk simpel, dus in dat opzicht. Nou ja. Ja, in principe, ja. Dan is wel redelijk simpel. Oh jee, en mevrouw die wil vechten. Ja. Jongen, meet other places, dat hoef ik helemaal niet. Ik ben gewoon lekker aan het skaten. En dan komen ze meet other players, nee. Nee. Snap je dan niet dat ik niet... Je wil meeten met other players. Snap je niet dat ik lonely ben, een gast? Really? Kom op. Ja, maar daarom is het misschien wel goed om een keer te meeten met other players. Dat is zo mooi. Ja, nee, je hebt wel gelijk. Ja, nee. Nou, misschien... Misschien zit er wel een kern van waarheid in. Maar dat ontken ik liever. Oké. Oh, een trainer. Hiek. Ik wil gewoon zo'n dragon type. Want die heb ik nog niet. Heb jij nog iets van... Voor de kijkers thuis, het is vandaag 1 april. Heb je vandaag nog iets meegemaakt? Van wat met 1 april te maken had? Even denken. Of iets gelezen of zo. Om 12:30 was ik ook nog op. En... Nee, volgens mij niet. Nee, volgens mij gewoon niet. Oké. Had je die 1 april grap van Jamin meegekregen? Nee. Oké, ze hadden dus een paar dagen geleden een statement gemaakt dat ze alle winkels gaan veranderen naar Ja+, omdat dat positiever is. En daar hebben ze in Amsterdam dus ook echt geld uitgegeven door eens zo'n pand helemaal naar Ja+ om te toveren. Nice. Voor de kijkers thuis, jullie moeten het maar eens, googlen. Ja, die is op zich wel leuk. Ik weet niet, ik ben eigenlijk niet zo'n heel groot fan van 1 april. Ik ook niet, helemaal niet. Want... En ik vind zelfs, hoe kan je in deze tijd zoveel geld uitgeven voor zo'n grap, zeg maar. Ja, ik denk dat Jamin niet heel veel wist, hoor. Die hebben ook gewoon een tijd niet. Ons verkopen wel, of het navigatiesysteem, of hoe je het maar wil noemen. Huh? Nee, het is niet Garmin, hè. Jamin. De snoepwinkel. Oh, ah. Je had Garmin in je hoofd. Ik denk ook dat snoepwinkels wel redelijk winst maken. Aangezien het schijnt dat we heel veel meer eten. Dat is wel zo, maar die zijn ook gewoon een tijd dicht geweest. Ja, dat is waar. Ja, of misschien omdat het eten is niet. Poison. Mag ik die ook? Nee. Ik mag ook niks. Nee, kunnen het worden. Oh, ben ik ook een sukkel. Mm-hmm. Dat doe ik niet op het test. Heb ik zo'n pokédoll? Nee, jammer. Of werkt dat in deze game nog niet? Dat weet ik niet. Dat is ook een functie die ik nooit heb gebruikt. Ik heb Pokémon Sword wel een aantal keer. Omdat je per ongeluk in de wild area tegen zo'n hele goede Pokémon aanliep of zo. Ja, bijvoorbeeld. Precies dat eigenlijk gewoon. Ja. Maar, ja. Wacht, een Axew. Hoeveel is de procent
kans dat ik die tegenkom? Want ik kom echt niks tegen. 10%. Want 10%? Ah, dan had ik eigenlijk eventjes encounters moeten tellen. Dan weet ik of ik al... volgens mij zit ik nog niet op de odds, maar... ja. Nou, blijkbaar heb ik dus de verkeerde ingang. Blijkbaar heb ik dus de verkeerde ingang van de Connecting Cave genomen. Beetje jammer weer. Dat is teleurstellend. Maar ik heb de goede genomen, weet ik zeker. Als ik deze hele game niet ken, weet ik zeker wie je ingang hebt. Want zo goed ken ik deze game. Oh wacht, die Wishmer mag ik ook gewoon... Oh, misschien heb ik die al. Alleen dat kan ik niet zo makkelijk checken. Dan moet ik helemaal teruglopen. Jawel, je kan toch zien hoe het als er een pokeball er bij zijn naam staat. Oh ja. Oh, dan niet. Dan had ik hem niet. Mudshot. Ja. Is beter dan Mudsleuk. Dan doen we dat lekker, joh. Dan doen we dat toch lekker. Precies. Nou. Weet je wat, ik ga die ene, deze vrouw wel even verslaan. Is dat maar eens. Ja, Pokémon Breeder Mercy. Oh, ik heb zeker geen Mercy. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Dat heb je vergeten. De klut. Water. Lying. Ja, daar heb ik dus niks voor. Sad. Lying is voor mij echt onhandig. En water ook trouwens, want ik heb dus geen Pikachu. Pikachu zou super easy zijn nu, hè? Want dan heb je echt keer 4. Dat zou echt... Ja, je hebt helemaal gelijk. Mijn neus niet boos, hoor. Nee, natuurlijk niet. Nee, schrijf er maar niet lekker in, joh. Kan ook niks meer zeggen. Hoezo? Je bent altijd tilted als ik wat zeg. Even kijken. Zij hield mij, daar houden we van. Hielen is wel poggers. Cute. Route 8. Route 8. Waar is dat? Dat is als je de cave door bent. Oh, daar kan je bacon vangen. Hoeveel Pokémon heeft deze vrouw trouwens? 4. Dat is super ultra mega fit. Nee, het zijn er maar 4. Weet je welke Pokémon zij heeft? Nee. Wat een haters. Oh ja, Pikachu. Ja, dat klopt. Ja, dat wist ik trouwens. Oh, wat een haters. Ze zitten er echt in te wrijven. Ik wil gewoon electric type, oké? Als jij het zegt, hè? Mag ik van de electric type zo'n... Nee, wacht, wat? Het werkt niet. Mag ik van de Pokémon een electric type? Lol, ik kom. De eerste Pokémon die ik tegenkom in deze route is meteen de 5% Pokémon, Bagon. Oh. Bagon. Die mag je ook vangen. Die wil ik, want die mag ik vangen. Ja, route 8. Route 8, oké. Okay. Ja, maar dat jij hem in één keer krijgt, betekent niet dat ik hem ook in één keer krijg. Jammer. Dat klopt, ja. Litleo, kijk, die kan ik easy kill. Dat is zo'n easy killetje. Yes. Dus Spancham, hoe ga ik jou even in elkaar slaan? Ja. Flying. Psychic. Heeft fighting maar gehad? Oh, fairy. Tuurlijk. Ja, ook nog. En verder weet ik het niet. Nou, ik vind dat je genoeg opties hebt gegeven. Dank je. Voor deze gaat niet erg. Beetje jammer voor ons. Door mijn Fennekin. Het blijft echt lastig. Wat? Dat jij jouw Pokémon zo noemt. Ja, maar Molkonijn is toch gewoon Molkonijn. Bunnelby dus. Dus... Bardo is ook gewoon Bardo. Snorlax bedoel ik. Bardo is zeker Bardo. Zeker geen foutieve zin.
Dus nee. Informatie klopt, maar... Dat klopt. Zoals het hoort. Wesp, ja. Wacht eens eventjes. Ik heb Benjamin, maar die is nu alleen nog fighting. Mag ik hem dan überhaupt wel gebruiken? Ja, dan mag je hem gewoon gebruiken. Zeker. Zeker. Hebben we strength toevallig? Nee, hè? Strength? Nee. Oh, nee, hebben we niet. Nee, toen kwam ik er ook achter dat ik de verkeerde ingang had gepakt. Mag ik zuchten? Ja. Echt? Excuse! Wat? Hoe zei ik dat? Wat? Excuse. Oké. Maar deze was vet moeilijk te vangen. Alhoewel met poison sting, dat doet echt geen reet. Dus dat is... Ja, dat doet precies niks. Ja, ik heb even Dragon Rage! Nee! Helemaal vergeten. Heeft hij Dragon Rage? Big oef. Yep. Puur Zeppelin dan maar, want die heeft... Die heeft ook 63, dus dat is sowieso een 2-hit KO. Maar dat is echt... Assurance. Oké, nee, dat mag. Dat is minder. 46, dus ik kan één tanken. Want ik vind dit zo eng, hè? Ja, ik vind dit toch echt zo eng. Dat is het ook. Maar ik wil die Exu gewoon. Dual Chop? Oké, dat is fighting, denk ik. Dat doet niet veel. Is dat een dubbel? Nee. Het is oké. Dat is weer bijna alles kwijt. Als ik nu heal... Ik moet met een Super Potion healen. Maar daar heb ik er maar één van. Dat is in principe niet... erg. Alleen dan mag die niet nog een keer Dragon Rage doen, want dan ben ik fucked. Dat klopt, ja. En in ieder geval niet twee keer achter elkaar. Ja, hij doet nu wel Dragon Rage. Oké, hij is burned. Misschien moet ik gewoon... Ga ik dit doen? Ga ik dit Skiddo. Nice. Oké, ik ga King Alert denk ik inzetten. Want die kan ik denk ik best missen. Als het moet. Doet hij nog een keer Dragon Rage? Ja, oké. 7 HP. Hoeveel PP heeft Dragon Rage? Best wel veel volgens mij. Of ik moet Molkonijn sacken, maar dat wil ik echt niet, want dat is mijn enige ground type. Squirtle en Fennekin wil ik eigenlijk ook niet erin gooien. Ja, dat worden keuzes maken, Sander. Oké, hopen maar dat hij niet voor de Dragon Rage gaat. Leer! Oké. Ik kan één Pokéball gooien, minimaal. Ik denk dat ik ga voor een Great Ball. Oké, please, Exu. Nee, dat gaat nooit lukken. Assurance? Oké, ik kan nog één hit tanken. Ik geloof in je, Sander. Ja, ik kan Great Ball doen. Hierna gaat hij waarschijnlijk dood. Dus ik kan beter nu een Great Ball doen. Dan doet hij mogelijk Dragon Rage. Dan zit ik op 2 HP. Ja, dat zou ik doen. En dan... Dit is een van je weinige kansen dat je een bal kan gooien. Oh, 3 shakes. Sad. Oh, please. Nu hoop ik eigenlijk dat hij niet doodgaat. Oké, ik denk dat hij letterlijk op 1 HP is. Ik ga gewoon doen. Ik ga nog één keer Great Ball. Ik kan dit tanken, dus in principe... Ik geloof in je, Sander. 1, 2, 3. Ja! Yes. Ja, heb je hem? Nice. Ja. Oké, ik vind Dit haalt de pijn van Pikachu wel weg, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben trots op je. Dus als je nu het woord Pikachu zegt, dan ben ik mogelijk niet boos. Oké. Mogelijk. Mogelijk. Nu is het aan mij om die kans te risken of niet. Ja. Zullen we de aflevering zo beëindigen, Sander?
Ja, het is goed als je me helpt met een naam voor XU. Want ik heb geen. Iris? Oké. Okay. Dat is toch je favoriete personage van de anime? Ja, daarom noem ik hem ook zo. Slim. Oké. Okay. Ja. Dan moeten we hier de aflevering gaan beëindigen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Voor dit nou een leuke aflevering. Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet het kanaal van Sander te checken. Die staat natuurlijk in de beschrijving, zoals altijd. En dan zien we jullie heel graag de volgende keer. Wat wil je nog zeggen, Sander? Abonneer. Reageer. Dat lijkt me een goed plan. Dit knip ik eruit. Nee. Adios. Joe.